traditionele Joodse feest Chanukah, ook wel Feest van Licht genoemd, is dinsdagavond door tientallen mensen op de Grote Markt gevierd. Burgemeester Hubert Bruls en de Nijmeegse rabbijn staken vanuit een hoogwerker kaarsen aan in een klassieke Joodse kandelaar, de zogenaamde Chanukia. Dit jaar was de 10e keer dat het feest op de markt werd gevierd. Met Chanukah herkennen de Joden de herinwijding van de tempel in Jeruzalem, 164 jaar voor Christus, waar volgens het traditionele verhaal een wonder gebeurde. Een kruikje kosjere olie dat werd gebruikt bij de reiniging van de tempel raakte niet leeg, maar schonk genoeg olie om de traditionele kandelaar 8 dagen te laten branden. Dat is hetzelfde aantal dagen als dat het Joodse feest nu wordt gevierd.